welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mezelf een zomer makeover geven. Het is nou eindelijk zomer, er is ook op dit moment een hittegolf. Het is super warm en ik ga laten zien hoe ik me altijd opmaak voor in de zomer. Altijd wanneer ik een zomerlook maak, kan ik twee kanten opgaan. Of ik ga voor de lichte zomerse glowy make-up met niet te veel make-up op. Of ik ga voor de full glam matte en dat ik er echt voor ga zorgen dat mijn make-up lang en goed blijft zitten in de zon. Ik ga vandaag voor die optie, optie 2. Ik ga vandaag niet voor de lichtere glowy. Ik heb bijna geen make-up op look. Dat is niet mijn ding. En ik ga vandaag weg. Dus ik wil me ook echt gewoon oprecht gaan opmaken voor straks. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe je toch gewoon full glam kunt gaan midden in een hittegolf. Ik zie altijd online meiden zeggen, oh mijn god, ik snap niet hoe meiden make-up op doen in de zon. Ik zou het echt niet kunnen. Zo vies. Ja, dat jij je niet kunt opmaken, kan ik niks aan doen. Als je je gewoon goed opmaakt, dan kun jij gewoon full glam gaan midden in de zon. Wel moet ik erbij vertellen, ik heb een normale tot droge huid. Voor mij is het iets makkelijker praten dan iemand met een vettige huid. Iemand met een vettige huid moet echt alles uit de kast halen om full glam te kunnen gaan in de zon. Maar ook met een vettige huid gaat het gewoon kunnen. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik ervoor zorg dat mijn huid gewoon de hele dag er goed uitziet. Of ik nou 8 uur in de zon ben, 3 uur in de zon, mijn make-up blijft gewoon goed zitten. Ik heb deze look gisteren ook gemaakt. Gisteren was ik ook de hele dag in de zon. De make-up van mijn vriendin was er af aan het smelten en die van mij niet. Dus als het goed is, als je doet wat ik vandaag doe, blijft de make-up echt goed zitten. Behalve als je een vettige huid hebt, dan kan het toch nog een klein beetje gaan smelten. En vandaag is het echt een volledige make-over. Dus ik ga ook kleding doen. Kleding doe ik op het einde. Ik ga eerst beginnen met de make-up look. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag ook een ooglook maken. Maar in de video van vandaag richt ik me vooral op mijn gezicht. Dus mijn ooglook wordt echt super makkelijk. Daar gaan we niet zoveel aandacht aan besteden. Ik wil gewoon echt laten zien hoe je gewoon een goede full glam face krijgt. Zonder dat het eraf smelt. Iets wat ik al heb gedaan, maar ik jullie toch wil laten weten, is dagcreme mixen met zonnebrandcreme. Je hoeft niet per se te mixen. Je kunt ook eerst zonnebrandcreme aanbrengen en dan dagcreme. Maar ik mix het altijd. En je kunt gewoon mixen. Dan wordt het niet minder goed of zo. Mixen kan gewoon. Zonnebrandcreme is echt belangrijk, jongens. Vooral voor je gezicht. Sowieso voor je lichaam. Maar dat weet altijd iedereen wel. Maar vaak denken mensen niet echt aan hun gezicht. Of je nou gaat zonnen of gewoon in de stad rondlopen, bescherm je gezicht met zonnebrandcreme. Want echt mensen, ouderdom, je gaat echt van die zonnevlekjes krijgen in je gezicht. Zonnevlekjes. Van die vlekjes die je krijgt op je gezicht als je het niet goed beschermt. Dus vergeet je zonnebrandcreme niet. Ik ga eerst beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik kies vaak op zonnige dagen voor mijn Milk Primer. Deze gaat er echt voor zorgen dat mijn make-up goed plakt aan mijn gezicht en er niet afgaat. Milk is alleen helaas hier niet te koop. Dus ik wil ook de Too Faced Hangover Primer laten zien. Want die is hier wel te koop. En deze heeft ook een soortgelijk effect. Gaat ervoor zorgen dat je make-up goed op je gezicht blijft zitten. Voor mensen met een vettige huid, breng een matte primer aan. Breng dus niet zo eentje aan, maar echt een primer die ook mat maakt. Jullie moeten gewoon bij elke stap iets mats gebruiken, anders gaat je vettige huid het niet aankunnen. Maar ik ga dus voor nu mijn Milk Primer gebruiken. Dan foundation. Ga sowieso voor een goede matte foundation. Dit is echt de meest belangrijke stap van je hele routine. Als jij een slechte foundation gebruikt, dan gaat je make-up eraf. Gebruik sowieso altijd een matte. Eentje die ik heb is van Lottie London. Is ook nog budgetproof. Want deze is echt betaalbaar. Gewoon te koop bij de Kruidvat. Deze is super mat en echt super goed. Dus deze raad ik echt aan. Ik gebruik de kleur Soft Sand. En dit is echt een goede matte foundation. En ook lekker betaalbaar. Dus dat is echt top. Dus deze ga ik vandaag gebruiken. Het is gewoon echt super belangrijk dat hij mat is. Want ja, je wilt je gezicht wel mat houden. En niet dat het helemaal vettig wordt en gaat smelten en zo. En zo. Voor concealer ga ik ook altijd voor mat. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik een concealer gebruik die niet te zwaar op de huid ligt. Vooral met het crease en zo. En met de zon en zo is dat niet fijn. Dus kies er eentje die goed dekt, mat opdroogt en niet te zwaar op de huid ligt. Eentje die ik gebruik is mijn Revolution Conceal & Define Infinite Concealer. Die heeft dat allemaal. En deze is toevallig ook betaalbaar. Ik heb hem in de kleur C5. Dus deze vind ik daarvoor top. Hij heeft ook echt lekker een goede dekking. En hij blijft goed en lang zitten. Dus dat vind ik echt top. Iets wat ik echt absoluut niet doe, of ja, in ieder geval echt bijna nooit, is cream contour en zo. Of cream bronzen en dat soort dingen. Dat doe ik met de zon echt absoluut niet, want dat is super vettig. En dan heb ik ook allemaal nog meer extra op mijn huid liggen en dat hoef ik echt niet. Dus cream contour en cream bronzen, alles omtrent cream rond dat, sla ik altijd over. Ik gebruik gewoon zoveel poeder als kan, want dat is mat en dat blijft altijd langer zitten, vooral in de zon.
En nu komt echt een van de belangrijkste stappen. En dat is een goede poeder. Ik gebruik mijn Cody Airspun poeder. Deze heeft super veel dekking en is super mat. Pak echt een poeder die echt super, super mat is. Want dit is dus het enige product. Ja, tenminste, de rest ook wel. Maar dit is echt het meest belangrijke product om je gezicht mat te houden. Poeder. Breng veel poeder aan. Dus deze vind ik heel erg fijn. Deze is ook betaalbaar. We houden het vandaag allemaal lekker betaalbaar, jongens. Nu is mijn gezicht echt compleet helemaal mat. Dus dat is goed. Ik ga nou even mijn neus en mijn wang contouren met mijn Kat Von D Shade & Light paletje in de kleur Deep. En ik gebruik deze bruine kleur. Je kunt dit ook helemaal overslaan, maar ik wil altijd per se mijn neus contouren. Want ik vind mijn neus altijd zo breed. Ook al valt dat misschien wel mee. Maar met contour vind ik het toch altijd gewoon ietsje beter. En dan pak ik ook nog mijn Benefit Hello poeder in de kleur 2. En deze ga ik nog extra aanbrengen hier zo. Om het daar mooi te verlichten en wat extra te dekken. En je maakt het dan nou ook weer wat extra mat. Dus dat is altijd goed. In de zon dan. En dan nou pak ik mijn Max & More Makeup Fixer. En die ga ik even sprayen om alles goed in te lokken. Dat het echt goed blijft zitten op mijn gezicht. En ook om het een beetje te hydrateren. Ondanks dat alles nou mat moet zijn, wil ik wel dat het mat is en gehydrateerd tegelijk. Dan ga ik voor nu even stoppen met het gezicht. Ik ga beginnen aan mijn ogen. Ogen wordt super makkelijk. Ik gebruik niet eens een echt oogschaduwpaletje. Ik gebruik vaak mijn Benefit Hoola bronzer. En daarmee ga ik gewoon over mijn hele ooglid in mijn crease. En dan maak ik het gewoon een beetje bruin. En that's it eigenlijk. Ik gebruik voor dit mijn Zoeva 227 kwast. Dit is een platte fluffy kwast. Dus en hij is plat en fluffy. En dan kan ik zo aanbrengen op mijn ooglid. En dan een beetje blenden in mijn crease. Gewoon dat er daar toch een beetje kleur zit. Ik pak ook mijn Rimmel London Nude oogpotloodje in de kleur 05. En ik wil altijd ietsje meer grotere ogen hebben, want ik heb best wel kleine oogjes. Dus ik breng deze aan in mijn onderste waterlijn. Kijk, ik heb het nou hier gedaan en hier niet. Het maakt echt een verschil. Het maakt mij iets meer wakker, iets meer levendig. Dus dit maakt altijd super veel verschil. En wat ik dan ook altijd doe om het toch iets meer opgemaakt uit te zien, is dat ik een winged eyeliner aanbreng. Ik gebruik mijn Catrice Brush Ink Eyeliner Pen. En dan ook nog een mascara. Ik gebruik mijn Essence Lash Princess mascara. Als je wilt dat je mascara nog extra goed blijft zitten. Of jij hebt problemen met de zon. Dat je mascara gaat afgeven op je gezicht en zo. Gebruik dan eerst een mascara primer. En deze gebruik ik eigenlijk alleen maar altijd voor de onderste wimpers. Maar nogmaals, als jij dus het volledige probleem hebt. Dat je mascara een beetje smelt. Gebruik het dan gewoon bij alle wimpers. Maar dat probleem heb ik nooit. Want ik heb bijna geen wimpers. Dus dit is het enige voordeel. Aan geen wimpers hebben. En je kunt ook altijd nog een waterproof mascara gebruiken voor nog meer extra hou vast. Ik ga ook neppe wimpers opdoen, want ik kan echt gewoon niet anders, want ik heb echt geen wimpers zoals je kunt zien. Natuurlijk is dit echt een extra stap die echt niet per se hoeft. Als jij prachtige wimpers hebt, doe gewoon een laagje mascara en klaar. Maar ja, ik ben niet alleen extra, maar ik moet het ook echt, want ik heb echt niks. Dus ik ga eventjes nep wimpers opdoen en mascara op de onderste wimpers. Ik ben al aan het wachten op de primer die moet drogen. En dan gaan we verder met de make-up look. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, we kunnen verder. Ik ga nou mijn gezicht bronzen met mijn Morphe bronzer. Megastar bronzer. Dit is de kleur. Oh nee, dit is de Glamma Bronze. Zo heet de bronzer. En de kleur is Megastar. Het is een mooie matte bronzer. Want zoals ik al zei in het begin, ik hou vandaag vooral alles heel erg mat. Maar ik hou sowieso altijd wel meer van een matte bronzer dan van een glanzende bronzer. Ik vind het nou weer zo apart dat ik me nou ook echt opmaak om echt weg te gaan. Met heel die corona konden we echt niks meer gaan doen en was alles dicht. En dan wanneer ik me opmaakte voor een video, was het ook echt alleen maar voor de video. En daarna haalde ik het er gewoon weer gelijk vanaf, want ja, ik bleef het gewoon binnen. Maar nou kunnen we weer dingen doen, dus nou maak ik me ook weer heel de tijd gelijk op om ook echt iets te gaan doen. Dus dat is dan dubbel zo leuk. Dan doe ik niet al dit werk alleen maar voor een video. Als blush gebruik ik mijn UNG Cosmetics Baked Blush in de kleur Golden Berry. Dit is echt een prachtige kleur. Een van de beste blushes die ik heb. Het is wel een baked blush. Dus deze is glanzend en niet mat. Maar ik vind een glanzende blush altijd wel mooi. En ik hoef ook weer niet per se echt alles mat te hebben. Ik heb sowieso geen vette huid, dus dat scheelt. Maar met een blush is dat niet heel super belangrijk ofzo. En dan ook highlighter om alles toch nog alsnog een mooie glow te geven. Ik gebruik mijn Milani Baked Highlighter in de kleur Champagne. Echt mensen, deze. Ik gebruik die nou echt wel bekant de hele week. Ik vind hem echt geweldig.
Oké, dan de lippen. Wat ga ik doen met mijn lip? Ik denk gewoon dat ik voor nude ga. Niet allemaal too much hier in de hete zon. Ik ga gewoon voor mijn favoriete combo Morphe Sweet Tea Lip Pencil met MAC Lipstick in de kleur Velvet Teddy. En dan de laatste stap, ook weer een hele belangrijke stap om je make-up goed en lang te laten zitten. En dat is fixing spray die ervoor zorgt dat je make-up goed blijft zitten. Ik heb hier de Catrice Freezing Spray. Dit is echt een regelrechte dupe van Urban Decay All Nighter Spray. Zo heette die, ik was het even kwijt. Deze is echt super goed en laat je make-up echt lang zitten en is spot goedkoop. Oké, nou dit was dan de make-up gedeelte van de video. Deze make-up look, ik zweer het je, die blijft de hele dag goed zitten. Alles zit goed erop en I love it. Dit is echt de full glam look waar ik voor ga als ik er full glam uit wil zien in de zomer. Dan komt nou het kledinggedeelte. Dit kledinggedeelte zijn kledingstukken die ik heb gehad van Chiquelle. Ik heb 4 kledingstukken van hun gehad. Ik ga ze allemaal laten zien. Er is ook een badpak en zo. Maar ik ga maar 1 ding aandoen. En ik denk ook dat ik die echt aan ga houden voor straks. Dus ja, dat ga ik even laten zien. Ik heb ook voor jullie een kortingscode. Die staat hier in beeld en beneden in de beschrijving. Die is 5 dagen geldig. Dus shop nu snel als je nog korting wilt. Ik ga beginnen met het badpak. Bij Chiquelle hebben ze ook bikinis, badpak. En nou voor in de zomer is dat top. En ik ben gegaan voor een badpak. Ik ben niet echt een badpak kind of girl. Ik ben normaal altijd van de bikinis. Maar nou zijn badpakken toch wel een beetje in. En je hebt ook heel veel leuke. Vroeger had je gewoon geen leuke. Dus toen ik dit zag, ik dacht, I love this. En het is zo nude. En zo'n open rug. En ik vind het echt een prachtige badpak. Ik heb maat L. Hij is wel een beetje aan de kleine kant voor mij. En dan bedoel ik vooral hier bij de boobies. Ik heb natuurlijk cup E. Dus dat is sowieso altijd een probleem voor mij. Ze passen wel. Echt net. Het is wel kili kili. Maar op zich past het wel. Dus dat is top. Ja, en ik vind de achterkant is naar mijn smaak ook een beetje te smal. Het is bijna gewoon een string badpak. Dus dat vind ik ook iets minder. Maar het is wel een badpak verder die ik zou aandoen. Maar ik draag altijd sowieso mijn bikinis en badpakken. Altijd met een rok of een doek zo om me heen. Want dat vind ik gewoon altijd prettiger. Maar al met al is het een heel fijn badpak. En omdat hij zo hier hoog uitgesneden is, maakt hij mijn heupen ook zo mooi rond. Dus hij knelt mijn heupen niet af. Dat heb ik ook vaak. Dus dat vind ik top. Ik vind het echt een fijne badpak. Je had hem ook in een andere kleur. Volgens mij wit of zo. Samen met die badpak, zoals ik al net zei, draag ik er dus nog vaak iets op. Dus ik heb ook deze rok besteld. Deze heb ik in maat M. Deze is in het wit en hij schijnt zo helemaal door en hij komt helemaal tot aan beneden. Hij is ook echt lang genoeg. Ik ben 1,64 meter en hij is echt lang genoeg met allemaal ja, van dat kant en van die bloemetjes zoals je kunt zien. Dus deze is echt super leuk. Hier is ook een band, dus hij maakt je waist ook zo mooi smal. Dus de combinatie van die badpak en deze rok is echt super leuk. Ik ben hier echt blij mee. En maat M is ook echt perfect. Dan heb ik hier nog een soort van blouseachtige trui. Deze vind ik niet zo, want ik vind de fit een beetje raar. Kijk, dit is hem dan. Maar hij heeft zo lange mouw. Ja, niet helemaal lang. Een beetje 3/4. En hij is best wel dun. Het is gewoon echt een blouseje materiaal. Dus top voor in de zomer. Ook in maat M. En dan moet hij zo hier beneden met een knoopje dicht. En dan is hij voor de rest helemaal open. Dus met een hele diepe V-hals. Ik breng even een foto in beeld van hoe die moet zijn. Maar toen ik hem aandeed, was hij helemaal zo flappy. En hij viel helemaal open. Hij is helemaal niet goed dicht. Dus het is helemaal niet zoals op de foto. Dus deze vind ik echt helemaal niks. En het laatste wat ik wel ga aandoen is deze jurk. Natuurlijk weer zwart. Want ik zal eens een keer geen zwart dragen. En het is op zich best wel gewoon een normale jurk. Het is zo'n soort van shirt met korte mouwen. Hier in het midden gaat het zo naar binnen. Dat is echt top, want dan wordt het zo smal bij je taille. En dan heb je zo'n mooi zandlopen figuur. En hij is een beetje wijd onderin. Niet super wijd, maar ook niet heel strak. En met hier een split. Hij valt iets over de knie, maar ik ga hem sowieso aandoen. En deze is heel leuk met sandaaltjes, hakjes, wat je ook wil doen. Echt heel erg leuk voor in de zomer. Dus deze ga ik even aan over jullie. Oké mensen, ik film heel even hier. Ik hoop dat jullie alles goed kunnen zien. Dit is dus de jurk. Super cute. Ik heb het met deze schoentjes aangedaan. Deze zijn van de Primark. Ze zijn echt heel erg schattig. Maar dit is dan de jurk. Kijk, hij is zo wijd. Hij komt net over de knie. Het gaat zo hier naar binnen. Dan heb je een beetje taille. Dus dit is echt een hele leuke jurk. Hier is die split. Dus ja, I love it. Echt een cute jurkje. Nou, dit was het dan voor vandaag. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier mijn hoofd in beeld om te klikken om te abonneren. Ik plaats ook hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!